is er eentje lief, hè? Nee, die is niet helemaal happy, hè? Hij is zo beautiful, hè? Goedemiddag lieve vrienden, het is vandaag alweer zaterdag 13 maart en we leven om 14:24. Ja, ik ben laat, dat weet ik. Maar ja, dat moet mogen hoor. De hele week mijn tijd eruit geweest en heel druk gehad. Dus ja, ik heb lekker uitgeslapen. Maar welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik ga zo met de boefafjes er even verder uit. Ik heb Karin aan de telefoon hangen. Nou, die blijft me hangen, want ik moet haar straks helpen. En ja, dat doen we gewoon even, want zij helpen mij zo vaak. Dus dan ga ik haar helpen. Maar deze twee lievertjes gaan eerst naar voren. Of niet dan? Dus ik zou zeggen, ja, ze zijn toch aan het Pokémon aan het spelen in huis. Dat kan je ook in huis doen, want je hebt er thuis ook genoeg. Ik ga dus mijn beestjes trotseren tegen de storm in. En ik zou zeggen, graag gewoon tot straks weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik had dus al wel eerder gevlogd, maar ja, ik had Karin aan de telefoon. En later heeft ze weer opgehangen, want er was daar weer wat aan de hand. En later heeft ze weer gebeld, weet ik veel wat allemaal. Druk. Met iets speciaals, maar dat zien jullie nog wel. En ook vanaf mijn kant, ik ben ook met iets speciaals bezig. En ik was met meerdere dingen tegelijk bezig. Een vlog in elkaar te zetten, die is nou aan het renderen. Als dat klaar is, dan kan ik hem opslaan dat hij dus in elkaar gaat zitten. En dan kan ik hem naar YouTube brengen. Ik ben zelf voor Karin nog bezig. Ik ben nog voor mezelf bezig, weet je. Ik moet de meisjes nog uitlaten. Rijka is niet alleen in orde, die is aan het dunnen. Dat, ja. En ik moet mijn eten nog klaarmaken. Ik had vannacht al kipfilet uit de vriezer gehaald. Ik zou iets lekkers klaarmaken, maar daar kom ik niet eens niet aan toe. Want dat is het dikke al 6 geweest. Ja, bedoel maar. En daar mout er één. Ja, daar mout er één. Ook dat nog. Nou, ik heb het zo druk als een klein baasje. Ik zou meer andere dingen gedaan hebben dan wat dan. Ja, ik zou een vlog in elkaar zetten. Ik zou dat gaan doen daar, maar dan ben ik gewoon niet aan toegekomen. Nee. Oké, ik was wel laat uit bed, maar dat moet eens een keer kunnen. Ik ben de hele week al vroeg geweest. Die zo. Kan die weer er terug. Hij heeft gerenderd. Ik heb al een foto geüpload ervan. Dan moet ik daar naartoe. Exporteren en delen. Apparaten. En dan gaat hij gelijk op de goede. En dan is het opslaan. En dan gaat hij opslaan. En dan gaat deze balk strakjes lopen. Totdat hij vol is. Kijk, dan begint hij net daar. Het blauwe stukje. Nou, en dan moet hij helemaal vol. En dan daarna kan ik hem naar YouTube brengen. Maar ook daar moet ik weer dingen, handelingen doen. Ja. Ik ga nou zo meteen eerst zelf naar het kleinste kamertje die ik hier heb. Daarna ga ik met de dames weer lopen. Daarna ga ik de keuken in. Ja. En wie weet, mogen jullie erbij staan, dat weet ik nog niet. Het ligt helemaal aan mijn eigen hoofd. Want ik heb mijn knallende hoofdpijn. Nou, dat wil je niet weten. Ja, maar we gaan gewoon door. Ja hoor. We gaan gewoon door. Simpel zat. Dat loopt, dus ja. Hé, meneertje Kandalf. Even naar Kandalf toe. Tijd niet gezien, man. Je was boven zeker, hè? Hé, kereltje. Ja, man. Jezus, hij is ook zo lief, hè? Zo lekker rustig, hè, man. Wat verteken je? Kandalfje, hè? Kandalfje, hè? Oh, ja, hier is er ook eentje lief, hè? Ja, die ligt ook te kwispelen.
Die ligt ook zo lekker te kwispelen, hè, Kit? Ja. En hier is er eentje, lief. Hé? Ja, die is niet helemaal happy, hè? Nee, een beetje ziekjes. Klein beetje ziekjes. Niet ernstig, gewoon aan de dunne. Nou, het zijn we allemaal wel eens. Ja, toch. Komt ook door het weer, hoor. Moet je zien, dan is het weer prachtig mooi weer. Maar je ziet de plas nog liggen, het gespoeld, het gehoofd. Hè? Ja, nou. Of niet dan? Ja. Dus ja, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie namiddag nog, voor een 20 minuten, ongeveer plus minus, ja, 39, dus bijna 20 minuten. Dus, en voor later natuurlijk een smakelijk eten, bon appetit, prutjes, geniet van jullie avond in ieder geval alvast. Ik kom straks zeker wel nog retour, echt wel. Wie weet, buiten misschien wel. Oh nee, het stormt. Nee, dan doe ik het maar niet. Dat vind ik een beetje eng. Ik had vanmiddag ook problemen om in het gareel te blijven lopen. Want mijn rollator die kreeg een paar rukken. Nou, die ik, oh. Maar oké, het komt allemaal goed. Ik ga naar het kleinste kamertje toe en ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik wou dat jullie ook nog even laten zien, hè. Ja, dat wil ik wel. En dat gebeurt niet, Elwin. Nee, weg. Ik ben een beetje dronken, geloof ik. Ja, ik kom net binnen met de hondjes. Hij is zo beautiful, hè. Hij is zo mooi. Elkaar aan het uitdagen en dan iets doen wat niet mag. Hè? Ja, hij is echt beautiful. Toch of niet dan? Ja, ik ben zo trots op. Ik ben gewoon draaien, jongens. Ja, dat komt door die harde wind ook, hoor. Het waait als een meloot. Echt wel. Ja, echt wel. Oepsie. Ik dacht dat je hem ook om kon draaien terwijl je aan het filmen was. Maar dat lukt me nou niet. Ik had van de vorige keer toch met die mooie kuifeenden die aan het paren waren. Toen draaide ik hem open. Ja, dat was ik alweer. Nou, dat gaat wat makkelijker. Hoef ik hem ook niet meer uit te doen. Dus even zoeken. Ja, dat ik ben echt. Draait een tolt in mijn hoofd. Echt. Ik ga ook trouwens geen eten meer koken hoor. Daar is mij te laat voor. Het is heel wat werk. Ik leg de kip weer netjes even terug in de koelkast, doe ik het morgen wel. En ik maak nou wel wat anders klaar, ik zie wel. Ja toch, dat moet toch kunnen? Kuppensoep heb ik zin in. Ja, ik ga ook sowieso kuppensoep maken. Dat is wel één ding, maar daar zit geen voeding in. Het is alleen maar lekker. Maar oké, ik zie wel wat ik ga maken. Ik heb nog noedels, ik heb nog groenten, dat het zo klaar is. Dus dat komt wel goed. Hé, kereltje. Kan dat via? Ja. Kan dat via? Wat dikkie. Maar oké, lieve vrienden, ik kom vanavond misschien nog een keer retour. Dus, oh jee, ik ben gewoon echt zo zweverig. Dit gaat niet goed momenteel. Die is dat dingetje neer te zetten. Zo. Daar staan jullie. En ik moet dat naar YouTube brengen. Ja, die is klaar. Nee, ik heb 1, nog wat gelopen. Tenminste, 1 kilometer. Ik geloof de 18. 1,18. Nee, ja. Klein stukje. Een klein stukje verder gelopen dan normaal. Normaal blokje is. Maar ja, maakt niet uit. Ik moest ook iemand met honden zien te negeren. Want die man, nou. Het is met die hond en met die man zo. De man laat de hond niet uit, maar de hond laat de man uit.
Het was niet die man die vorige keer mij grote mond gaf hoor. Nee, die niet, een andere man. Maar houden een keer en dan, dan heb ik geen zin om te vragen van gaat u naar de andere kant of ik, weet je. Dus ik loop wel door naar de andere kant toe. Ik ga wel verder lopen. En dan zien we wel. Ja toch? Ja. En hij zei al wel, dank u wel hoor, dat zei hij wel, gewoon uit zichzelf. Dank u wel hoor, dat u dat doet. Ik zeg graag gedaan, mijn man. Ja, wat moet je anders zeggen? Toch, wees vriendelijk naar elkaar. Krijg je ook vriendelijkheid terug. En of het dan met zeggen of met doen is. Ik deed het en hij zei het. Zo, nou. Ik ben net even zat. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later en eet ze. Als jullie nog niet hebben gegeten. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer laat. Ik ben net met de hondjes uit geweest. En daar ben ik weer mee terug. Die zijn nu aan het donderjagen, wat eigenlijk niet mag van mij. Om deze tijd van de nacht. Nee, mag niet. Mag niet. Mag niet. Nee. Wil ik niet hebben. Denk daarom. Juist, ja. Nee, het is daar veel te laat voor. Het is zo het 2:30. Tijd om naar bed toe te gaan. Ik heb een klein beetje wijn staan waar ik altijd even sta totdat ik weer terugkom. Ik kan dat nog opdrinken. En dan is het afsluiten. En naar boven toe. Met de beide dames. Meneertje is, zover ik weet, aan de boot, want hij is hier niet of hij is naar buiten toe. Ik zou het niet weten. Nee, ik weet dat echt niet. Maar dat maakt niet uit. Als hij al buiten is, ja, dan heeft hij pech. Kan er ook niks aan doen. Nee, toch? Maar ik wens jullie ook allemaal wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard, morgen gezond uit je bed zien te komen. Het is alweer zondag, dus ja, wat zal die dag ons brengen dan? Ik zou het niet weten. Maar wat ik wel weet, is dat ik geslapen. Welterusten. Doei!